Yo, dan mensen, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal GamesRoom. En in deze video ga ik, zoals je ziet, de 12 uur livestream aankondigen. Ik ga je gewoon wat zeggen wat we gaan doen in de 12 uur stream en hoe laat het allemaal begint en weer afgelopen is. En laten we gewoon gelijk beginnen met hoe laat het begint. Ik ga om 10 uur in de ochtend live en dan tot 10 uur 's avonds. Dus zo lang gaat de livestream duren, dus we hebben 12 uur de tijd om lekker te gaan livestreamen. We gaan dus van alles doen in de 12 uur livestream. Zoals gewoon Fortnite natuurlijk. Dat is gewoon de main game nu op mijn kanaal. GTA gaan we doen. Er komen trouwens ook giveaways aan. Dus ik zou zeggen, hou zeker de stream in de gaten morgen. Ik ga dan een beetje verspreid over de stream. Ga ik giveaways weggeven. Dus er zitten echt een paar stukken tussen. Dus ik zou zeggen, hè? Wees erbij. Want mis het niet, want het is wel heel sick om natuurlijk te winnen. Dus giveaways komen. We gaan ook omegelen met kijkers. Zodat we gewoon jullie kijkers gewoon in de livestream kunnen betrekken. Gewoon met jullie kunnen praten, een praatje maken. Ik heb het, wat zal het zijn, een halfjaartje geleden ongeveer ook gedaan. En toen was ik nog veel minder groot. Ik had wel iets van 8000 abonnees. Toen deed ik Black Ops 3 de hele tijd. En toen hebben we ook een keer omegelen gedaan. En dat werd super goed ontvangen. Ik had heel veel kijkertjes gezien. Dus dat gaan we natuurlijk ook in de stream doen. Dat lijkt me gewoon leuk om gewoon bijvoorbeeld, als Sam meedoet in de stream, ook natuurlijk naar Sam op zoek te gaan en zo. Dus dat komt goed. Dat wordt dus ook een dingetje. We gaan hier en daar ook een beetje kijken hoe we COD gaan aanpakken. Want we gaan het natuurlijk gewoon doen. Ik weet niet of ik Black Ops 3 ga doen. Misschien wel, misschien niet. Dat ligt er ook gewoon puur aan waar we zin in hebben in de stream. Ik heb niet een schema bedacht van wanneer ik hoe laat welke game ga doen. Puur omdat ik daar toch van af ga wijken. Want als jij bijvoorbeeld 2 uur lang Fortnite doet, dan heb je er denk ik even een soort van geen zin meer in. In ieder geval dat heb ik. En dan wil je even een andere game doen. En dan wil je niet vastzitten aan allemaal tijden en zo. Dus ik ga het gewoon lekker zelf kiezen wat we hoe laat en zo gaan doen. En we gaan wel hier en daar gewoon wel variatie in de stream doen. Dus het is niet alleen maar Fortnite. Wat is GTA op de PC, op de PS4? Want mensen zeiden ook van, yo Dylan, ga een keer op PS4 live. Want, GTA PS4 doen. Want dan kunnen die gasten natuurlijk ook meedoen. Dat komt ook zeker goed. Ja, we gaan Ghost Recon Wildlands doen natuurlijk. De video, een andere soort video dan Fortnite die ik laatst heb geüpload. En die game is best wel sick. Dan gaan we allemaal gekke missies doen. We gaan allemaal lachen. Met vrienden gaan we gewoon dus lekker lachen. We gaan dus 12 uur live. En ik heb er zin in. We gaan van allerlei soorten games doen. We zullen dan ook gewoon live dingen bedenken wat we kunnen gaan doen. Dus don't worry, dat komt allemaal goed. En ik heb er veel zin in. Ik heb veel energie. Ik heb een layoutje gemaakt. Ik heb een vette intro voor de stream. Die komt eraan. Dus dat wordt echt super sick. En ja, ik hoop dat er natuurlijk zoveel mogelijk van jullie er zullen zijn. En dan gaan we gewoon lekker een awesome streampje doen. Dus dat zou super sick zijn. Ik kreeg best wel veel de vraag van, yo Dylan, waarom doe je geen 24 uur stream? Ik vind dat te lang. Ik vind dat, weet je, ik game nooit 24 uur lang. Ik kan dat ook niet volhouden. Ik vind dat zo saai worden dan. Maar om 24 uur best wel actief bezig te zijn met een bepaalde stream, is heel erg moeilijk. Bijvoorbeeld DHD of Jan, die hebben een soort van crew achter hun, weet je. Dan kunnen ze een beetje afswitchen. Dan is het wat chiller, maar ik doe alles nu in mijn eentje. En ik zie dat gewoon niet zitten om een hele dag plus nacht. Het is ook zonder slaap. En YouTuber zijn en niet slapen is erg ruk. Want je hebt geen energie meer. En dat wil ik dus juist niet hebben. Want ik wil gewoon een stream vol enthousiasme, vol plezier. Lekker erin te knallen. Dus ja, morgen zal die stream dus zijn om 10 uur 's ochtends. En ik zal een soort van herinnering instellen. Dat kan je een soort van videootje zien op mijn kanaal. En dan zie je zo'n timer erbij van, yo, wanneer gaat hij nou live? Dus dat ga ik instellen. Ja, dat is zo simpel is het. Maar jongens, dit was dus even een aankondiging video. Trouwens, er kunnen ook gewoon kijkers meedoen in de stream. Ik ga hier en daar bijvoorbeeld Fortnite met kijkers doen. Omegle, sowieso kunnen we jullie meedoen. Maar ik zal hier en daar ook wat mensen uit de chat gaan pikken om mee te gewoon te doen. Dus ik zou zeker zeggen, join even mijn Discord. En daar kan je allemaal dingen doen. Want er is een soort van nieuw invite systeem voor Fortnite. Dat je gewoon via Discord een invite kan sturen. Zodat je in de game in mijn lobby zit. Waardoor ik niet iedereen hoef toe te voegen. Maar je wel gewoon via die Discord zo snel mogelijk erbij moet zijn met die invite. En dat wordt allemaal uitgelegd in de stream zelf. Ik ga allemaal dingetjes aanzetten. Dat allemaal automatisch wordt uitgelegd voor jullie. En dan gaan we gewoon lekker 12 uur stream neerzetten. Dus jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Dus ik zeg tot morgen om 10 uur 's ochtends bij de 12 uur livestream. Later mensen.